We gaan verder met Claire Arias. Arias. Ja. Ze is marketing en event planner van Father Mother Figure. Yes. Ja, en deze organisatie houdt zich al een tijdje bezig met het promoten van ondernemerschap in Suriname. En ook budgetteren. En 4 november aanstaande hebben ze zo weer zo'n event. Heb ik het goed, mevrouw Arias? Niet helemaal. We hebben 2 november een workshop budgetteren en 4 november een business talk waar we dus gaan praten over particulier onderwijs in Suriname. Particulier onderwijs. Yes. Ja, maar bij het eerste event gaat van start op 2 november yes. En dat gaat over budgetteren. Klopt. Ja, jullie zijn al een tijdje bezig met dat onderwerp budgetteren binnen een business, een onderneming, yeah. Noem maar op. En ook binnen zo'n huishouding. Mm-hmm. Waarom is dit onderwerp zo belangrijk om vaker te aantameren? Omdat je steeds vaker merkt om je heen dat mensen niet uitkomen met de financiën. Maakt niet uit hoe klein of hoe groot het is. Komt het toch vaak voor dat men overgaat om leningen te nemen. Omdat ze gewoon op maandbasis niet specifiek uitkomen. De bedoeling is dat hoe klein of hoe groot je budget is, je toch wel zou moeten uitkomen door verantwoordelijk te budgetteren. Daarom is het voor ons van belang dat wij op regelmatige basis zo'n workshop geven, waarbij we de mensen dus scholen om verantwoordelijk om te gaan met hun financiën. En daarom gaan we ook, openen we ook de deuren voor jongeren. Want ja, hoe jonger je het leert, hoe beter. Zodat je altijd een appeltje voor de dorst hebt liggen. Dus we willen echt iedereen met je leren om verantwoordelijk om te gaan met je financiën. Ja, u zei hoe klein of groot uw ja. salaris is. Je moet kunnen budgetteren. Yes. Maar lukt het hier ten dagen wel in Suriname? Natuurlijk zijn er grote uitdagingen. Maar soms moeten we prioriteiten stellen. En ik onderken sowieso dat er moeilijke beslissingen zijn. Die we moeten maken als mensen, als volwassenen. En is de situatie soms een beetje nijpend om uit te komen. Ja. Maar desondanks is het belangrijk dat we onze prioriteit op een lijn hebben staan. Weten wat we ontvangen, wat we specifiek gaan uitgeven. Ja. En wat we aan ontspanning willen uitgeven. En die kniepjes leren jullie yes. de mensen ook? Dat wordt allemaal geleerd. Dat kregen de mensen allemaal van onze professionele trainer, de heer Ferrier. Hij geeft onze workshop. Hij geeft de workshop en hij is dus echt een professional op dat gebied. En ik denk niet dat het mis kan gaan als je met meneer Ferrier in zee bent gegaan. Ja. Ik neem aan dat u dergelijke adviezen ook toepast. Lukt ja, zeker. Het binnen uw systeem? Ik doe mijn best. Je doet heel kort. Ja. Maar jullie zijn al een tijdje bezig met budgetteren. Mm-hmm. Heeft u opgemerkt dat er genoeg animo is? Jazeker. Mensen die willen echt wel weten van, hey, wat moet ik specifiek doen, Claire, om die maand door te komen. Want ja, na de tweede week zitten we vaak zonder geld. Mm-hmm. En, dus die animo is er. Maar ja, we moeten andere mensen zien te bereiken. Daarom dat we ook zoveel mogelijk via de media promotie proberen te maken om de rest te bereiken. Om zich aan te melden, want hoe meer mensen het leren, des te beter. Ja, dus individuen kunnen meedoen yes. en ook mensen die een onderneming hebben. Ja, ja. Ja zeker. Is het dan een verschil voor wat betreft zo'n workshop of is die materie toepasbaar voor iedereen en alles? Dus die materie die je krijgt is eigenlijk voor iedereen toepasbaar. Natuurlijk als je een business hebt zou ik je adviseren om je aan te melden bij ons. Want wij begeleiden ook een bedrijven. Dus heb je een business en kan je niet zo goed om met je financiën ook business-wise. Kan je je echt wel aanmelden en dan begeleiden we u in dat geheel traject van je business. Maar als individu. Dan is de workshop budgetteren wel echt heel toepasbaar voor u. Ja, en dat is 2 november. Dat is 2 november. En 4 november gaan jullie praten over particuliere yes. scholen. Waarom?
We hebben een netwerk, BNM, Bondruna Makti, is een netwerk van professionals in Suriname en in het buitenland. En bij BNM worden er dus om de 2 maanden business talks georganiseerd, waarbij we dus gaan praten over verschillende onderwerpen in de business. Een van de onderwerpen, die is aangegeven door een van de leden van de groep, is een particulier onderwijs in Suriname. Het zit namelijk zo dat er aardig wat particuliere scholen zitten in Suriname, zijn in Suriname. Maar er zijn ook heel veel mensen die hun kinderen willen aanmelden op een particuliere school. Waardoor het aanbod een beetje minder is dan de vraag. Weet je? Het gaat echt om vraag en aanbod. Er zijn heel veel studentjes die in de wachtlijst staan. Die niet aan de man komen bij de particuliere scholen. En er zijn dus degelijk ondernemers of geïnteresseerde ondernemers die dus zo een particuliere school willen opzetten. Ja. Bij deze business talk gaan we het sowieso hebben over de opzet. Natuurlijk gaat geen enkele school je vertellen hoe zij het hebben gedaan. Maar ze kunnen wel een vaag beeld met u delen van ik heb wel deze stappen doorlopen om mij een school op te zetten. We hebben natuurlijk ook het ministerie van Onderwijs uitgenodigd om natuurlijk hun deel te vertellen wat nodig is voor het ministerie, zodat jij dus jouw school kan opzetten. Ja. En natuurlijk is het ook een stukje promotie voor de sprekers, want we hebben sprekers van verschillende particuliere scholen uitgenodigd om een beetje hun verhaal te vertellen, hun ervaringen te delen, de pros, de cons. Dus het is ook een beetje promotie voor hun, want we nemen ook wel aan dat er wat ouders in de zaal zullen zijn die misschien nog op het kruispunt stonden, wel of niet inschrijven bij een particuliere school. Dus daarom hebben wij dus gekozen dit keer om bij onze business talk te praten over particuliere school of particulier onderwijs in Suriname. Ja, en hoe laat beginnen deze activiteit? Workshop budgetteren begint om 10:00. Het duurt van 10 tot 12:00 in de ochtend. Bij het jeugdcentrum, de prijs is 250 SRD voor volwassenen. En voor jongeren onder de 16 jaar is het dus 100 SRD. Bij BNM, bij onze business talk, die wordt gehouden op maandag 4 november 2024. Het duurt van 6 tot 9 bij het Lalaroek gebouw. En de fee is $10 of €10. $10. Yes. Verder, als u vragen heeft als u wat informatie of meer informatie wil hebben van wat de stichting te bieden heeft.